Er is geen mankracht voor de heftruck en geen vrachtwagenchauffeur beschikbaar. Dus de spullen kunnen niet opgehaald worden. En dat is het verhaal wat wij weten. Dat betekent dat we uit eigen voorraad moeten putten. Gelukkig kunnen we dat wel. En we hebben in de polder natuurlijk ook heel veel boeren die ons helpen met groenten en aardappels. En winkels die ons helpen. Maar ja, de rest zullen we uit eigen voorraad moeten halen. En daar zijn we nu druk mee bezig om dat te doen voor aanstaande vrijdag. Wat kunt u ze nu aanbieden? Nou, wat wij ze nu aan gaan bieden is macaroni met pastasaus. Groentechips die we onlangs gelukkig gekregen hebben en wat nog goed is. Thee en koffie gaat erbij. En alles wat we verder nog in grote hoeveelheden kunnen verdelen. Want ja, als het 3 weken duurt, moeten we natuurlijk wel een beetje zuinig aan gaan doen. Want anders is ook de voorraad van 2018 weg. Hoe gaat het nu verder? Nou, ik hoop dat wij over 3 weken in Meppel onze spullen weer kunnen halen en dat alles weer bij het oude is. En ja, dat zal de tijd moeten leren of de leveranciers die dus nu niet meer leveren, het wel weer gaan oppakken voor ons.